Created, man. Yo mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. We zijn vandaag de tweede week van de Bunnyvluchtstoer en ik heb er super veel zin in. Heb jij er veel zin in? Sowieso. Sowieso. Ik hoop dat jullie er ook veel zin in hebben, maar als je er geen zin in hebt, dan kom je gewoon niet. Het is een klein beetje aan het regenen, wat dat wel kut is, maar we komen sowieso. Mijn watertank is gevuld. Hoppa. Ik heb hier ook een ongelukje gehad. Misschien hebben jullie dat gezien. Dat was wel een beetje sketchy. Dus hopelijk is nu alles droog. Oké, dit is zo goed als droog. Alles bij de vuile was. En voor zover dat ik weet, heb ik alles mee. Ik had vorige week veel te veel mee. Dus al hetgene dat ik niet ga nodig hebben, heb ik nu gewoon geskipt. Hoe meer dat je op tour gaat, hoe meer dat je er uiteindelijk uit leert. Ik was altijd gewoon om altijd op tour te zijn. Dan neem je gewoon alles mee. Maar als je 5 dagen op tour bent, heb je niet alles nodig. Dus dat ben ik nu ook allemaal op het gemakje aan het leren. Wij gaan vertrekken, anders zijn we te laat. Ja. Let's go. Joep. Holy shit, dat is echt wel super kut. Het is niet normaal. Het weer is rampzalig. Check het weer. Het is volledig aan het regenen. Dus ik ga nu iets bedenken wat we misschien toch zouden kunnen doen voor de tour. Want in die regen is er echt wel niemand. Ze zei dat er daar een afdak is of zo, maar het is echt rampzalig. Daarnet was het aan bliksemen. Woi, yo. Dit is noodweer. Dit is echt wel storm. Dus ik ga ook stoppen met filmen. Dat is een beetje gevaarlijk. En ik weet niet wat er gaat gebeuren als we daar toe komen, maar er gaat gewoon niemand staan. Logisch. Het is fucking storm. Check die shit, mensen. Het begint zo hard te gaan. Wajo. What the fuck. Shit, holy moly. Ik had letterlijk niemand verwacht omdat het zo slecht weer was. En check die shit. Fucking Sint-Niklaas, sowieso. Thanks iedereen voor te komen, sowieso. Daar heeft nog iemand van mijn vrienden voor hem gekocht. Oké, hoe noem hij? Emily. Thanks Emily. Voor de fucking Emily. Amy. Yeah. Thanks Amy. Voor de blue machine sowieso. Thanks. Super best. Woo, deze guys. Thanks. Oh shit. Oh shit. Ik kan het niet meer dragen. Hey, wie wil er stickers plakken? Wie heeft er stickers op te plakken? Ja? Ik heb er erbij. Oké, de homies mogen stickers plakken en de bus, waar dat ze wel. Hoppa. Hoppa. Stoked. Ah, stoked. Oké, nice. Deze guy heeft de perfecte stickers. Peace and stoked. Ik heb hier net van een homie 3 stickers gekregen en die zijn van TagMac. Maar die komen niet op de bus. Op de bus komen alleen maar echte vette brands. En we gaan dit op de Tony van plakken. Kom aan, let's go. Let's go. Let's go. Hey. Like, subscribe. Oh, dag maar. Ja, dat is wel leuk. Mooi man. Like als je nog rijdt. Oh, dat is heel zuur. Free aces. Hashtag free aces. Free aces.
Oké, what the fuck. Ik heb net mijn bus hier gezet voor een vette foto te kunnen maken. Oei, ik wou de molen op de achtergrond, maar dat zijn takken. Dus ik ga mijn bus een beetje meer naar voren zetten en dan kunnen we een fucking harde foto maken. We gaan dat gewoon doen, fuck it. Foto! Hebben jullie zin in een foto? Ja! Hey! Joe! Ik denk dat de bus nu goed staat, vlakbij de molen. Maar het is echt niet normaal. De support in Sint-Niklaas is fucked up, hard. Ik had hier letterlijk niemand verwacht. En ze staan hier met superveel mensen. Holy moly, dikke shout-out naar de fucking scene in Sint-Niklaas. Jullie zijn hard. Let's go. Oh shit, oh shit. Oh shit. Het is best hard. Nee. Wow. De regen is eindelijk gedaan en we gaan een foto nemen. Oké, we maken een toren met alle BMX'en en steps. En fietsen, alles op elkaar. Let's go. En alle skates, gewoon alles op elkaar. Fucked up, het is weer al beginnen regenen, maar de foto hebben we kunnen trekken. En ik ga jullie toch nog een keer het skatepark tonen, want we kunnen niet anders. Voor de mensen die dit skatepark niet kennen, what the fuck. Het is ook de eerste keer dat ik het zie. Ik ga hier sowieso terugkomen, want er is daar een fucking zieke gymbox. Bam, daar is er een streetcourse. En hier hebben we een volledige pool. En we hebben een mega vette achtergrond voor timelapses in de molen. Dus op een hele mooie dag komen we sowieso nog een keer terug. Wij gaan nu richting de sporthal. We kunnen daar net schijnt op trampoline springen. Dus we gaan ervoor. Let's go! Blijkbaar was dat een redelijke bluff van die dude. Want we zijn er met iedereen toegekomen en we mochten uiteindelijk toch niet binnen. En op welke plek zijn wij nu? Ik heb hier iets horen vallen. De smoorspot van Sint-Niklaas. Er komt iedereen smoren. Oké. Okay. Wow. Het smoorspot van Sint-Niklaas. Aan de wet. Super vet. Dat zijn de zotste G's. Dat zijn de zotste G's. Een 20. Iemand van 20 jaar oud bedoel je? Nee, een 20er, 2 gram. Wow, cocaïne? Nee, wie? What the fuck? Deze guy! Oké, dan knippen we eruit voor zijn ouders, sowieso. Het zonnetje is er uiteindelijk doorgekomen, maar het skatepark is en blijft, jammer genoeg, kletsnat. Maar wij geven om geen fuck, wij gaan nu richting een onderrondse parking en blijkbaar kunnen we daar een sessie knallen. Dus we gaan sowieso een sessie knallen. Hey! Check wat voor een dikke crew dat wij zijn. Het is net een street jam, maar dan met iets jonger volk. Hoe hard is dit nu? Check dit. Misschien moeten we dat concept starten. Zo fucking bunny vlogs, street jams en gewoon harder gaan dan gelijk wat en wie. We gaan dat doen, sowieso. Joe! We zijn hier op een parking terechtgekomen en... Het ziet er hier zo gangster uit, check dat. Dat doet me denken aan een gevangenis of zo. Holy shit, we zitten echt wel in de ghetto aan een station. Zijn jullie klaar voor een dikke sessie? Wow, dikke pull-up in Sint-Niklaas. Tony is spoorloos, maar wij gaan alleszins nu met iedereen naar beneden cruisen.
het dak is eigenlijk veel te laag en ik ga er met mijn hoofd tegen boksen. Tony is vermist. Wie heeft er kleingeld bij? Ik heb. Haal allemaal maar een centje uit. We gaan iemand gelukkig maken vandaag. Iedereen? Ja. Ja? Oké, we gaan naar deze mevrouw en we gaan haar gelukkig maken. Dat wordt de gelukkigste dag van deze mevrouw. Hi, Leef. Hey. Hey. Top! Joe. Ik heb niks bij. Jawel, hier. 2 euro. Ja. Hey! Tony is vermist, want hij heeft alle chicks vermist. Oei, 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 oei. Wat hoor ik daar? Tony is vermist, want hij heeft alle chicks vermist. Oei, oei, oei. Gefixt, wow. Alle chicks gefixt. Oké, okay, holy shit. In ieder geval. Ah, Tony terug. Tony vermist! Hey. Het was leuk met de chicks. Tony is terug. Hey. Ik was er net en ik hoorde iedereen naar beneden gaan. Ik ga naar beneden en niet, ik zie iedereen weggaan. Oh shit. Hoe oud was die dude dat aan het roken was? 12 of 13 of 14. Of 15. Ja, Ik zit tegen mij dat hij 14 jaar was. 12 of 12. Die is 12. Ah, daar. Nee, maar niet hè. Maar niet hè. Kijk. We worden verantwoordelijk, oké? Ik ben voor niks verantwoordelijk, ik ben hier gewoon. Ja, oké. Zekertje. Zekertje, meneer. Oké. Ik denk dat we net op tijd weg zijn gegaan, want die politie was wel aan het communiceren om een andere patrouille te laten komen. En ik dacht van, what the fuck, we gaan gewoon naar het skatepark. Misschien is het ondertussen al droog. Ja man. Is het droog? Ja. Helemaal droog. Hey, het skatepark is droog. Hoe vet is dat niet? Nice, we kunnen toch nog knallen. We gaan nu een fucking vette sessie knallen, sowieso.
Chucky Beat Production. Oké, holy shit. We hebben hier uiteindelijk een mega vette sessie gehad. De homie Diego was er ook. Dat is die dude dat zo heel hoog ging. En ik heb die letterlijk nog op zijn 8 jaar weten beginnen met BMX. Vroeger was er hier in Sint-Niklaas een skatepark, Impact. En dat is afgebrand. 5000 vierkante meter hoog, groot. En blijkbaar was dat hier aan de achterkant van de straat. Ik kan dat allemaal niet meer echt herinneren, want die oriëntatie ben ik volledig kwijt. Dat is al meer dan 10 jaar geleden of zo. Oké, let's go. Ik zie dan de homies me nog altijd volgen. Hey, tot de volgende. Doei. Tot de volgende. Bye. Yo. Hij staat er echt op. Boom. Holy hell. Het is niet normaal hoeveel dat het regent. Check op het dak van Tony. En luister naar de donder. What the fuck. Het is aan het bliksemen, het is aan het donderen, het is echt wel noodweer. En wij moeten overleven in de camper. Dat zijn de minder vette tijden in de van. Maar aan de ene kant, het is een avontuur en elk avontuur is leuk. Ook al gaat het catchy. Het is ook leuk op kamp als het regent, want dan is er zo allemaal chaos, een andere ervaring. En dat maakt het nu eenmaal ook soms gewoon leuk. Oké. We zijn net naar de supermarkt geweest. Jullie zien het. Wat gebeurt er? Woppa. Woppa. Check deze man mijn woordjes stelen. Check deze man mijn woordjes stelen. Oei, 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 oei. Oké, wij gaan nu naar een spot ergens tussen Antwerpen en Sint-Niklaas. Want de volgende stop is Antwerpen. En we zijn weg. Let's go. Let's go. We zijn ondertussen toegekomen in een mega groot bos. Jullie zien het, het is hier echt wel super vet. En Tony is er niet. Tony is daar onder gereden om te zien als de spot vet is of niet. We zitten hier vlakbij een meer en hopelijk kunnen we daar staan. Dat zou zo nice zijn. Deze weg is geblokkeerd door een boom dat is omgevallen. Hoppa. Jullie zien het. En ik hoop dat Tony snel terug is met goed nieuws. Ik denk dat ik er wel ondergeraak met de van. Ik zou een keer moeten kijken als dat sterk genoeg is of niet. Maar als ik er onderuit zou het kunnen, hoppa. Yes, deze tak gaat waarschijnlijk ook gewoon mee de lucht in. Dus dat zou normaal wel goed moeten komen. Maar voor het zekerste is Tony eerst gewoon gaan checken. Die komt terug met een feedback. En hopelijk kunnen we vlak aan het meer staan. Dat zou echt wel super nice zijn. Het gaat ook wel een struggle worden vanavond met de generator. Want ja, waar moeten we die zetten? Hebben we afdak? Ik weet het ook niet. Hopelijk komt het allemaal in orde. Maar we freestylen sowieso en het komt altijd goed. Joe! Holy shit, we zitten op een random parking en we hebben gewoon dit ter beschikking. Dat was hier gewoon super random. Dat is hier een soort van, ik denk verlaten locatie. Geen idee wat dat het is, maar het is gewoon een kotje op een fucking random parking. En ik zou denken, het heeft iets te maken met de voetbal. Het heeft niks te maken met de voetbal. Want de voetbal staat vol van de hekkens. En daar is zelf ook gewoon een wc. En check dit. Hier hebben we nog een wc. Maar dit is het belangrijkste van allemaal. We hebben hier een fucking douche. Wajo! Ik ga hier gewoon lekker op het gemakje douchen. En ik zie jullie later. Waarschijnlijk gaat Tony straks ook. Eerst zei hij van niet, maar opeens ging hij wel, dus waarschijnlijk gaat hij ook naar douchen. En what the fuck ligt er hier allemaal? Allemaal spullen. Geen idee wat het is, maar ja, oké. Okay. Let's go. En straks gaan we ook testen als de stroom hier werkt, want we hebben hier een fucking stopcontact. En als dit werkt, gaan we al onze batterijen hier sowieso komen opladen. Maar ik zie jullie later. Joe!
ik heb zo net de beste beslissing genomen van vandaag. En dat is hier een fucking heerlijke douche nemen. Wow, yo, die straal ging zo hard. Was lekker fris. En het was net alsof dat ik ergens onder een waterval stond. Ik ga alleszins nu de generator aansteken, alles opladen. Om 10 uur stopt het met regenen. Hier is Tony. Hey, klaar voor de douche? Ja. Yes. Camping Antwerpen. Camping Tony. Camping Tony, sowieso. Ik heb nog een surprise in petto voor jou. Een surprise voor mij? Ja, maar de camera moet. Oei, oei, oei. En wat is dat? Het is een mutje, ja. Ik ben ondertussen helemaal ready om te gaan slapen. En deze schouder, die doet zoveel zeer. Dat is niet normaal. Dus ik ga er van deze gel aan doen. Ik gebruik dat altijd als ik ergens pijn heb. Oh, fuck. Ik heb die gel niet mee. Oh, dat is kut. Ah, toch wel. Hoppa. Voltaren gel. Dat ga ik nu op mijn schouder doen. En daarna ga ik gewoon lekker gaan slapen. Er is hier iets ingeschoten. Tijdens de sessie in Sint-Niklaas. Op het laatste. En het voelt eigenlijk niet zo goed. Het is een geknelde zenuw. Ik heb dat al genoeg gehad. En ik weet hoe dat voelt. Dus het is sowieso dat. En daar kan je niet veel aan doen. Dus we gaan gewoon chillen. We gaan lekker slapen. En hopelijk is het morgen een beetje beter. Vandaag was een fantastische dag. Nogmaals een shout-out naar iedereen van Sint-Niklaas dat is afgekomen. En bedankt allemaal. Het was fantastisch. Jullie hebben mijn dag gemaakt. Peace out. Tot morgen. Ciao. Yo.